Hallo, dames en heren, welkom bij een nieuwe Stefans Review op de Gaming Dish. Review nummer 2, ik ben Stefan. En heel veel mensen vragen mij, Stefan, is de Wii U het waard om te kopen? En daar ga ik jullie nu antwoord op geven. Zoals velen weten heb ik de Wii U. Ik zal hem even laten zien. Dit is hem. Ik het zo zien, zo ook niet. Zo misschien, zo kan het al aardig, ja. Kijk, dat is hem dus. En het is net als een gewone Wii U. Hier zitten wat USB-poortjes, plek voor een SD-kaartje. Ziet er niet zo goed. Wacht even hoor. Kijk. Hier. USB-poortjes, plek voor een SD-kaartje hier. En hij is niet... hij is net iets groter dan de gewone Wii. Kijk, hier is even een vergelijking. Zoals jullie zien, liggen ze daar op elkaar. En het scheelt... zo'n stukje. En in de breedte zo'n stukje. Nou, maakt niet uit. Dan lig je maar even uit nu. In elk geval, is die het waard om te kopen? Als ik heel eerlijk ben, nu nog niet. Er zijn twee leuke spellen. Eén spel kreeg ik gratis bij. Nintendo Land kreeg ik er gratis bij. New Super Mario Bros. Wii U heb ik erbij gekocht. Dat was het eerste spel dat ik heb gekocht. En het tweede spel was New Super Luigi U. Hier ga je ook nog wat van zien trouwens. Maar dat allemaal later. Ook hebben we nog de gamepad. Die zal ik ook even laten zien. Toen ik hem voor het eerst vast had, vond ik hem echt super licht. Hij is niet heel erg zwaar. En hij ligt ook lekker in de hand. Je hebt hier schouderknoppen. Maar in de Mario spellen doen deze schouderknoppen... allemaal hetzelfde, zeg maar. Dan maak je die draai waar je normaal zeg maar, zo mee zit. Met je, met je controller. Maar dan met, kan je met, nou, gewoon die draai maken. Die mid-air draai. Verder, gewoon de X, A, B, Y button. Twee van die stickies en een ander ding. En dit is een of andere reader. Ik heb nog niet goed begrepen wat. Maar dat geeft niet. Dat komt nog wel. Daar is ook nog niet veel voor uit. De nieuwe Pokémon Rumble schijnt ermee uit te komen, maar dat zijn details. Waarvoor ik de Wii U heb gekocht. Ik heb hem gekocht omdat ik op het moment dat ik hem kocht, had ik het geld ervoor. Dat is heel simpel. Ik ben druk aan het sparen om het huis uit te gaan, maar dit was gewoon een ding dat kon ik niet laten liggen. En dat verdient het zich met het geld dat ik met YouTube verdien wel weer terug met een maandje of 6, 7, 8. Best lang. Geeft niet. En waarvan ik me heb gekocht. De spellen die gaan uitkomen. Ben ik heel erg benieuwd naar. Zoals Wind Waker HD. Heb ik al gepreorderd trouwens. Ik heb wat spellen ingeleverd bij de Game Mania. En daar heb ik zoveel geld voor terug gehad. Dat ik Zelda Wind Waker kon preorderen HD. Ook de Super Smash Bros. De nieuwe zeg maar, voor de Wii U. Lijkt me heel interessant. Bayonetta 2 lijkt me wel leuk. Dus er komen nog wel goede spellen vooruit. En ik verwacht in de loop van de jaren dat er nog goede spellen vooruit komen. Dus ja, de Wii U vind ik het waard om te kopen. Maar dat is alleen als je echt een Nintendo fan bent. En echt gewoon de stap wil nemen voor die paar spellen die gaan uitkomen het te doen. Wat ik nog wel aanraad is de zwarte te kopen. Dit is de 32 gig versie. Of de, ja. Kijk, 32 gig. Daar staat die. Waarom die? De witte heeft maar 8 gig. En de updates tot en met nu, zeg maar, vandaag. Moet je even kijken hier beneden waarin het is geüpload. Neemt al 4 gig in beslag aan updates. Dus je bent al 4 gig kwijt. Heb je nog maar 4 gig over als je de witte neemt. Daarvoor heb ik besloten de zwarte te nemen. En daarbij krijg je Nintendo Land gratis. Dus dat was mijn review. Heb je er wat aan? Laat even een berichtje achter in de comments. En heb je een Wii U? Leuk, leuk. Er gaan nog hele vette spellen uitkomen, denk ik. Sowieso de nieuwe Super Smash Bros. Dus ik hoop dat jullie een leuke review vonden. Tot de volgende keer. Doei!